Hallo mensen, welkom bij het nieuwe video. Ik ben Amanda Broers en wij gaan letterlijk een rookpijltje maken met een Nerf gun. Ik heb was hier de Nerf gun liggen. Je mag niet wat ik zie. Ik heb allemaal de spulletjes klaargelegd wat je kan doen. Alleen talkpoeder, Zwitserse talkpoeder. Je hebt deze nodig. Ik weet niet hoe klein dit is. Heel klein. Voor mij de kleinste. Ik heb alvast deze als het niet lukt. Nee, het is niet hetzelfde. En je hebt natuurlijk een pijltje nodig. Maar niet uit welke pijltje. Ik heb deze. Het is van een X-Shot pijltje. Die moet je nodig. En natuurlijk altijd wat je belangrijkste. En een gun. Ja, dit is voor mijn broertje. Ik weet niet, 5 euro, 7 euro of zo. Ja, ik kan ook schieten door. Er zit ook rook eruit komen. Want ik had hem eerder gebruikt. Ja, wat je nu gaat doen is, je gaat deze in het pijltje doen. Dus wacht, je maakt even het pijltje open. Klein scheurtje erin, zie je? Hier zie je een beetje scheurtje dat het pas goed in kan, maar bijna pas niet in. Die gebruik je dan. Dus ik heb talpoeder hier zo dat net. Dus je hebt dit. Doe je deze. Je hebt hier een scheurtje, doe je deze erin. Dat in de past. En dan doe je talpoeder erin. Ik ga even de talpoeder gebruiken. Wacht even. Nee, dat werkt niet. Ik pak even deze, jongens, wacht even. Dus ik pak even deze. Dus natuurlijk dit. Dit doe je talpoeder hierin. Dus ik even mijn camera heel goed neer. Dus je doet talpoeder even erin. Dus je doet even deze goed erin. Goed drukken. Dat niks eruit valt. En dan doe je. En dan doe je nog wat. Talkpoeder erin. We gaan nu even de talkpoeder. We gaan nu even de dingen gebruiken en zo. En laten we beginnen. Wat je eerst moet doen. That's not bad. That's not good. Wat je nou gaat doen. Ik ga het even erin spuiten. Dus. Dit werkt niet echt. Ik ben niet uit als het iets wordt. Dat is klaar. Oh, ik zie het allemaal rook. Nu gaan doen. Ja, het gaat een beetje fout, maar ik weet niet zeker of we hier nog een dingetje hebben. Misschien een pen of zo. Ja, deze pen. Erin duwen. Ik ga allemaal erin. Allemaal erin. Heppa, erin. Erin. Heppa, kijk, je zit al een talpoeder erin. Als helemaal vol, maar is het niet goed. En wat je daarna gaat doen, is het gewoon helemaal erin gek. Wow. Wat je dan gaat doen. Ik ga deze weer keepen hierheen. Naar andere versie. Deze gaan we even hier zo. Deze is helemaal vol. Dus we hebben nu beet. Nou kijk, hij zit een beetje vol. Ik wil dit even wegschuiven of zo. Maar net welk kantje wil. Hou de kussen in ieder geval weg. Dus ja, anders gaat het kapot. En wat we nu gaan doen, leggen we deze even opzij. Deze ook. Kijk, helemaal pen zit vol met dat allemaal. Ja, een beetje raar. Maar ja, ik heb hem gevuld. Kijk maar. En nu gaan we hem erin doen. Dus we leggen hem even goed neer. Anders valt alles eruit. Zo. Zo. En pak even de Nerf gun. Ga even reloaden. Zo. Hij is naar achter gegaan. Deze ding kost, ik weet niet wat dit ding kost. Onder de 10 euro bij de Action. Ik kan ook op bol.com kopen. Het is gewoon een Nerf gun. 5 euro of zo, weet ik veel. En ja, het kost meestal 20 euro bij bol.com, maar ja. Ik heb deze wel zelf gekocht. Mijn broertje eigenlijk. Maar ik heb van mijn geld gekocht, want mijn broertje schuilt op. Dus ja, we gaan nu even dit even testen. We gaan nu even deze pakken. En we gaan even erin doen. Wacht, ik heb hem weer niet goed in. Zo. Dus we doen deze even erin. Ja, sorry dat het mijn poeder is. Ik heb hem eerder gebruikt. Poeder erin. Wacht, hoe moet ik hem ook weer doen? Oh shit, ik hoop niet dat het goed. Ja, het gaat goed. Ja, heel voorzichtig erin. Leg hem zo'n beetje zo, want dan gaat de poeder allemaal naar beneden. Dat het niet eruit valt. En dan ga je hem reloaden, dus zo. Doe zo. Hij gaat schieten. Ja, de poeder zit goed. Ja, jongens. Je kunt niks schieten. Maar kijk, zo. En dan gaan we schieten.
We gaan heen schieten. Ik weet niet waar we met z'n heen schieten. Oké, we gaan proberen. Komt er ook uit? We gaan proberen. We gaan testen, oké? Dit erin. Wow! Wow! Dude! Oh mijn god! Mijn poeder hier! Oh mijn god! Dus de kogel. Holy shit! Oh, dit stinkt ook gewoon, joh. Holy damn. Dit is niet goed, zo. Moet je weg? Ja, ik kan beter gaan weg. Oh, ik schrok in de pleuris, joh. Voor mij ligt er een poeder in. Zullen we kijken? We gaan checken, jongens. Checken. Ligt er een poeder in? Altijd nog even... Ja, er ligt een poeder in. Ik kan nog schieten. Ja, een beetje poeder maar. Maar het maakt niet uit. Zo maak je dat. Wat even. Ook je kan ook even deze gebruiken. Het is vol met poeder. Ik kan niet benieuwd hoe je het losmaakt. Maar ja, bedankt voor het kijken. Oh, deze moet even weg voor de camera. Oh. Bedankt voor het kijken. En ik hoop jullie een geweldige dag. Dus later. Peace out.